iedere keer als ik denk ik weet hoe ik schrijf of ik weet wat mijn rituelen en gewoontes zijn, op het moment dat ik het zeker weet, dan is het de week erna helemaal anders. Ik heb een half jaar lang volgens mij vooral in bed gewerkt, voor de televisie ook nog, mijn laptop in bed. Dan dacht ik steeds, ah, dat doe ik even zo. En dan op een gegeven moment had ik wel geaccepteerd, oh, zo schrijf ik dus. Oh, dit werkt heel goed. En daar was ik ook helemaal van overtuigd. En toen het eerste versie af was, toen was ik het ineens helemaal zat. En toen heb ik het hele bed ook afgebroken. En daarom is het hier nu zo'n bende. En nu heb ik net weer een versie ingeleverd. Misschien heeft het daarmee te maken. En nu ben ik mijn bed weer aan het opbouwen. Dit heeft mijn moeder ooit van mijn vader gebreid, ergens in de jaren 70. En dat vind ik eigenlijk het fijnste vest om in te werken. En af en toe probeer ik dan wel een soort smaakvolle huiskleding te kopen, maar die haalt het dan toch nooit bij dit vest. En ik ben met een nieuwe roman bezig. Roxy heet het. Een roman over een jonge vrouw die getrouwd is met een hele rijke oudere man. En het begint op het moment dat die man verongelukt met zijn minnares. En daarna, dan sla ik een hele hoop over, maar goed, gaat ze op reis met haar dochter, een peuter nog, de assistente van haar man en de oppas. Dus het wordt een soort road novel van vier vrouwen van allerlei verschillende leeftijden. Sowieso schrijf ik ook heel graag over mensen die met obsessie of liefde voor spullen of objecten of materialisme. En nu ben ik een beetje uit de hand gelopen met mijn research van auto's. Kijk, ik heb allemaal boeken ook gekocht over de muscle cars, de mini Bijbel van trucks. En het gekke is, dat lijkt dan op zo'n moment ben ik geïnteresseerd in auto's en lijkt dat een heel groot deel van mijn leven. En zodra dat boek klaar is, dan vergeet ik dat ook allemaal weer. Hoe zeg je dat? Je kan, weet je, dan ga je, als je dat, dan heb je een boek geschreven en dan geef je interviews van waar gaat het over en waar haal je je inspiratie vandaan en heb je zelf dan iets met auto's? Dan zeg je, ja, ik heb ook heel veel met auto's, het interesseert me ook en ik heb een racebaan en ik lees veel over auto's en dat is dan ook waar, maar dat is waar gedurende dat boek. En over 2 jaar schrijf ik een boek over muizen en knaagdieren en dan heb ik het ineens over muizen en knaagdieren en hoeveel dat over mij zegt eigenlijk. Superduif is een boek wat ik heb geschreven over een meisje die een superheld wil worden. En toen heb ik het een paar jaar lang alleen maar gehad over mijn reddingsfantasie. En die heb ik ook wel. Alleen dan focus ik me daar zo erg op tijdens dat boek. En dan ben ik alleen daarmee bezig. En dan lijkt het heel autobiografisch, wat het ook is. Alleen dan kijk ik alleen naar één deel van mijn leven. Dat is dit project, dat boek. En nu is het ineens, weet je, reddingsfantasie was toen. En nu gaat het ineens over auto's, liefde voor objecten, materialisme. Dus het is heel bedriegelijk om het te hebben over hoe het uit je eigen leven komt. Dat boek, doordat ik dat boek schrijf, beïnvloedt dat mijn leven ook. Dus dat boek maakt ook dat ik een ander leven heb en andersom. Want die racebaan die zal over een jaar wel weer in de kast gaan. Ik maak om de zoveel tijd een schema met hoeveel woorden ik op een dag moet schrijven. En dat doe ik eigenlijk alleen als ik een beetje, als ik onrust voel. Ik denk, het komt nooit af. Maar nu. Maar het is ook een schema waar ik me helemaal niet aan hou. Maar dan weet ik, 1 mei moet dat boek af zijn. Dat moet dan ongeveer zoveel. En eigenlijk, dat kan gemakkelijk, want dan zou ik maar 162 woorden op een dag moeten schrijven. Bijna niets is. Maar ja, je moet ook alles weer omgooien en veranderen en schrappen enzovoort. En dan word ik daar toch rustiger van om zo'n schema te maken. En dat is echt een heel lullig, kinderlijk schema. En dan staat echt, weet je, maandag 17 moet ik 35.826 woorden hebben geschreven. En op dinsdag 18 35.992. En dan kan ik er een streepje doorheen zetten en dan voel ik me rustig. Kijk, nu zit ik een week, loop ik vooruit. En dat helpt. Esther Gerritsen zoekt in haar proza voortdurend de grens op tussen normaal en zonderling gedrag en tussen publieke en privézaken. Haar inzet is iets van mensen te snappen en, citaat, fictie is dé manier om te onderzoeken hoe mensen in elkaar zitten. Gerritsen's romans gaan over de binnenwereld van vrouwen
en hoe die intieme wereld kortsluiting maakt met de buitenwereld. Haar absurdistische logica en subtiel humoristische stem maken iedere zin in haar romans en columns een typische Gerritsen. Dat is bijzonder in de Nederlandse letteren. En dat is belangrijk, een belangrijke overweging geweest van de jury om Esther Gerritsen te nomineren voor de Frans Kellendonck-prijs. Voor Kellendonck was de superieure en onderscheidende stijl het mes om de maatschappij, sociale gewoontes en vooronderstellingen mee te fileren. En dat lemmet past wonderwel in de hand van Gerritsen. En daarom heeft de jury met volle overtuiging haar, op grond van haar hele oeuvre, voorgedragen voor de Frans Kellendonck-prijs 2014. De lagere school, dan had je opdracht opstel schrijven en dan had je op en de meeste kinderen hadden daar geen zin in. En dan het liefst wilde iedereen met een onderwerp. Ze zegt dan nu alsjeblieft nog waarover. En ik werd nog blij als ze zeiden vrij opstel, begin maar. En ik kan me niet herinneren dat ik dan moest nadenken van tevoren. Dus we gaan een opstel schrijven, begin maar, je mag zelf weten waar het over gaat. En ik herinner me alleen maar dan, oh heerlijk! En dus het was heel vanzelfsprekend om iets te verzinnen. Dingen verzinnen. Dus dat is niet een voornemen of ik heb nooit schrijver willen worden of zoiets. Het idee, ja, dat doe je gewoon. De plastic opblaasbare Barbapapa set die ze haar dochter voor haar derde verjaardag gaf, staat op de houten tafel die nu geen krassen meer vertoont. Alle negen strak opgeblazen. Alsof het speelgoed dat ze Coco ooit gaf weer terug in haar bezit is. Ze ruikt het nieuwe plastic. Ze snuift de geur op en onmiddellijk is al het plastic er. Het kleine rubberen bootje ligt naast het bed. De opblaasbare zeehond zit rechtop op het voeteneind. De vloer vult zich met alle lichte strandballen die ze als kind en moeder ooit heeft bezeten en nu niet door de wind worden meegenomen. De kamer dijt uit zoals dat alleen in dromen kan en geeft alles een plaats. Dus nu is het compleet. Het enige wat eindelijk ontbreekt is het verlangen om iemand te vertellen van de schoonheid van al deze dingen. Alleen het lichaam op het bed is niet mooi en nieuw. Het steekt schraal af tegen dat glanzend blauwe opgeblazen dier op het voeteneind. Elisabeth kijkt daarnaar met ongemak. Alsof haar lichaam speelgoed van haar dochter is dat ze per ongeluk stuk heeft laten vallen.